De start van de algemene politieke beschouwingen in DNA is niet glad verlopen. De oppositie wilde bij de monden van het lid Aziz Kumar Gayadin praten over de obligatielening van $550 miljoen die de minister van Financiën onlangs heeft gesloten in het buitenland. In de huishoudelijke vergadering was gevraagd dat de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, het parlement in depth zou informeren over die lening. DNA-voorzitter Simons gaf aan dat zij dat ook heeft gedaan en dat de minister die woensdagnacht in Suriname is aangekomen, de informatie die hij had, heeft opgestuurd naar het parlement. Ik heb de minister gezegd dat dat nog niet alles is wat ik heb gevraagd. En de minister heeft me gezegd dat hij dat nog gaat sturen. Dus dat heb ik aan u medegedeeld. En dan betekent het dat we moeten beginnen met de algemene politieke beschouwing. Want we hebben ook afgesproken dat wanneer die informatie schriftelijk is gekomen, dat we het maandag verder zouden laten toelichten door de minister. Vandaag mag iedere fractieleider alles naar voren brengen wat hij wil, ook over die $550 miljoen. Maar de informatie van de minister zouden we wachten tot maandag, omdat er schriftelijke informatie zou komen. En ik weet dat die informatie, zoals we daar hebben afgesproken, dat de informatie die wij van de minister zouden moeten krijgen in depth moet zijn. En u zegt het zelf, u bent ook niet tevreden. En als u niet tevreden bent, dan dienen we ons te houden aan de afspraken dat de volledige informatie het parlement bereikt, zodat wij hier bij de behandeling dat kunnen meenemen. Dat was de afspraak. En ik vind het jammer dat u het zo naar voren brengt, alsof de minister de ruimte krijgt maandag met die informatie te komen. Dat hadden we niet afgesproken. Ik denk dat u niet goed heeft geluisterd. Ik heb niet aangegeven. Ik heb niet aangegeven dat de minister tot maandag de tijd heeft om die informatie te geven. Ik heb u aangegeven dat de minister heeft aangegeven dat de ontbrekende informatie vandaag komt. En dat is wat ik u heb aangegeven. Dus we gaan nu beginnen met de algemene politieke beschouwingen, lid Misikaba. Lid Misikaba, voorzitter. Zijn deze mensen gekomen om te vergaderen of niet? Gaat u weg als u niet denkt om te komen vergaderen toch? Een geïrriteerde Misikaba, die niet met zijn spreekbeurt kon beginnen vanwege het gehaal en getrek tussen de oppositie en DNA-voorzitter Simons. Er werd een schorsing ingelast, waarna de fractieleider van de NPS Gregory Rusland aangaf dat zij de vergadering verder zouden bijwonen, maar het jammer vinden dat de afspraken gemaakt tussen de oppositie en coalitie niet nagekomen is. Hierna kon de fractieleider van de NDP, André Misikaba, zijn spreekbeurt vervullen. Het DNA-lid had enkele kritische vragen en op- en aanmerkingen op rij voor de regering, CQ de president. Zo wilde hij onder andere weten hoe het budgetair evenwicht in stand zal worden gehouden, wanneer als gevolg van de loonsverhoging voor de landsdienaren heel veel geld in omloop komt. Is de regering van oordeel dat de economie tegen die tijd zodanig hersteld is dat zij die grote shock zal kunnen dragen? Misikaba richtte zijn pijlen echter ook op de corruptelingen in het land. Hij wees erop dat geen enkele politieke partij die thans in het parlement vertegenwoordigd is, kan zeggen dat zij niet geconfronteerd zijn geraakt met de grillen van corruptie. Corruptie is niet ver van ons. Iedereen weet dat sinds jaar en dag onze parastatale sector, onze staatsbedrijven, onze sui generis bedrijven onderhevig zijn aan verschillende vormen van corruptie. Binnen onze ministeries, maar ook bij de particuliere sector, is er corruptie. Overal waar mensen werken, zijn er corruptelingen ertussen. We zullen met een strak anticorruptiebeleid, anticorruptiebeweging, dit vernietigend fenomeen moeten uitroeien. Iedereen die de weg van corruptie opgaat en wil blijven opgaan, moet weten dat zij een probleem hebben en ons op hun pad zullen tegenkomen. De strijd tegen corruptie zal in een hogere tempo gevoerd moeten worden. Als een kenner van de religieuze bewegingen en stromingen in het land, en zeker het volle evangelie waar ik zelf deel van uitmaak,
weet ik dat gelovigen die nu naar mij luisteren via de verschillende fora, op dit moment halleluja roepen en zeggen, that's my boy, wat een krachtige oproep. Laat mij u zeggen, voorzitter, dat die oproep om een grotere anticorruptievuur in het land te ontketenen, ook geldt voor de kerk, met name het volle evangelie. Omdat we ook in die sector aan sommige leiders moeten vragen om de kerk op een corruptievrije manier te leiden. We doen de oproep vooral aan de nationale leiders van het volle evangelie om zichzelf te bezien in de spiegel van God. Misikaba deed de oproep dat de kerk eerst goed naar zichzelf kijkt alvorens de politiek op het matje te roepen. Hij plaatste ook een anticorruptie oproep richting de media, journalisten, schoolleiders, leiders van buurtverenigingen, kortom de totale samenleving.